Daily Minutes nummer 1553 met een uitzending voor vandaag 20 februari 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag geen data helaas. Dit is deel 2 van de complicaties van een dubbele nationaliteit. Deze tekst is in het kader van een grotere tekst gemaakt die over micronaties gaat. En micronaties, dat zijn hele kleine landjes die om allerlei redenen kunnen bestaan, maar die eigenlijk door geen grote landen erkend worden en die ook nooit lid kunnen worden van bijvoorbeeld de Verenigde Naties of andere grote internationale organisaties. Er zijn ook het verschil tussen, je hebt microstaten en micronaties. Microstaten die hebben die erkenning wel. Een voorbeeld van een microstaat is de microstaat, dan raak ik zelf in de war, maar een voorbeeld van een microstaat is bijvoorbeeld Vaticaanstad. Erg klein, maar die is wel lid van de Verenigde Naties. En er is zelfs een land, de Malteser Orde, die alleen maar 2 consulaten heeft, maar die ooit wel als land bestaan heeft, of dat ooit wel als land bestaan heeft, en die ook bij de Verenigde Naties is aangesloten. Dit zijn landjes die wel soevereiniteit hebben, ofwel over een gebied, ofwel dat ze eigen paspoorten en geld uitgeven en vaak ook postzegels. En ze hebben inwoners, maar die worden niet erkend als zijnde een onafhankelijk land. En soms wordt het grondgebied door een ander land tegelijkertijd geclaimd, maar wordt er niet moeilijk gedaan over de claim van een micronatie. En soms heeft micronatie, zoals bij Sealand, ook een eigen soeverein gebied. Het is, geloof ik, 20 keer zo groot als mijn woonkamer, heel Sealand. Maar het is wel een onafhankelijk land met eigen soeverein grondgebied. De hele discussie over die paspoorten en de dubbele nationaliteit was in het kader van een project over deze micronaties. Een interessante vraag in dat kader is natuurlijk, als je maar 1 nationaliteit zou mogen hebben, breng je dan door het aannemen van bijvoorbeeld de Hutt River nationaliteit, een micronatie, heel bewust of in plaats daarvan misschien wel zoals veel toeristen doen, gewoon het paspoort in een jolige bui als een wat duur uitgevallen souvenir van vakantie meebrengt, breng je daarmee niet je Nederlanderschap in gevaar en loop je door zo'n paspoort niet het risico om net als iedere andere vreemdeling op een gegeven moment uitgezet te worden. Bij Hutt River is het bijvoorbeeld zo dat Australische ingezetenen van dat landje een recht op sociale verzekeringen en andere verworvenheden van het staatsburgerschap van Australië verspelen, zodra ze de Hutt River nationaliteit aannemen. Tegelijkertijd hoeven ze dan ook geen belasting in Australië te betalen, dus elk voordeel heeft zijn nadeel in die zin. De reden dat ik die vraag onder andere belangrijk vind is dat ik in het hoofdstuk over Hutt River in eerste instantie melding maakte dat de mogelijkheid om zo'n paspoort aan te vragen gewoon bestaat. En ik wil natuurlijk die mensen die naar aanleiding van wat ik schrijf of anderszins die vrijmoedig zo'n paspoort aanvragen niet in een lastige situatie brengen. Daarnaast is de kwestie natuurlijk uiterst interessant. Dat die vraag nog niet zo eenvoudig te beantwoorden was, bleek bij een belrondje dat ik kort daarop maakte langs verschillende mensen die daar verstand van zouden moeten hebben. Onder andere gebeld met zelfstandige advocaten met het ministerie van Buitenlandse Zaken, een advocaat in het vreemdelingenrecht, een topambtenaar van het ministerie van Justitie, waar ook IND onder valt, en nog een aantal andere mensen. Hoewel niemand van al die mensen mij een garantie of een harde toezegging wilde geven dat het zo'n vaart niet zou lopen, zijn er toch maar aanknopingspunten die van belang zijn. Allereerst meldde de man van Justitie mij heel relevant dat wanneer de landjes in kwestie door geen enkel ander groot land erkend worden, wat inderdaad zonder uitzondering het geval is, dat het dan wel gek zou moeten gaan om iemand in zo'n geval op grond van zo'n paspoort het inwonerschap van Nederland of welk ander land ook te ontzeggen. Het landje bestaat volgens Nederland immers niet. Niet erkend zijn van zo'n land betekent hier juridisch niet bestaan. Daarnaast is het ook nog zo dat mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, die kunnen desondanks wel het recht hebben om hun hele leven in Nederland te verblijven. Volgens de topambtenaar zou het wel zo'n vaart niet lopen. Toch was ook dit geen keiharde garantie dat je door zo'n extra micronatie inwonerschap geen problemen zult krijgen. Ik kom daar later nog op terug. Toen ik in 2007 mijn aantekening hierover alweer enigszins had afgesloten, ik wil daar in een later stadium op terugkomen, kwam er een hele kwestie over de dubbele nationaliteit van de bewindslieden Al-Bayrak, destijds Abu Talib en staatssecretaris Ariep prominent in het nieuws. Voorop stond toen de vraag, en dat kwam recent dus opnieuw aan de orde, mag iemand in een zo belangrijke positie voor ons allemaal wel een dubbele nationaliteit bezitten? Het ging dan ook vooral om de loyaliteit naar Nederland toe. Morgen of overmorgen deel 3 van deze serie.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.